Bitterzoet wordt mede mogelijk gemaakt door Jills. You change from winter to the spring while I am sleeping. Beneath these apple trees of sorrow. Heb je die koekjes nou gelaten? Jezus. Valse lucht. Wat? Jij praat met valse lucht. Is dat erg? Nou, volgens mijn coach wel. Wij praten te vaak en te veel met valse lucht. Vooral vrouwen. Het is een soort aangeleerde valse bescheidenheid. Mam! Emmy zegt dat ik niet Elsa kan zijn, omdat zij dat wel is. En ik mag ook niet Anna zijn, want dat is Julian. Ik kan Olaf niet zijn, want dat is een stomme sneeuwpop. Hoor je dat? Een en al onbedorvenheid. Niks geen valse lucht. Bam, dat willen we. Mam! Ja, schat, Emily kan helemaal niet bepalen wie jij bent. Emily niet, niemand niet. Ga dat maar zeggen. Zie, daar kunnen wij nog wat van leren. Wij hoeven ons niet te verontschuldigen voor het feit dat we iets willen. Nee, nee. Dus dat doe ik ook niet meer. Ik had laatst een vergadering. Ja. En dan ook... Oh, jongens, het is toch gevaarlijk met die koffie? Nee, S. Wat? Je praat weer met valse lucht. Ja? Ja, dan kan je zeggen wat je wil, maar niemand hoort je. Hier, kijk, ze reageren niet eens. Let op. Niet hier voetballen! Zitten jullie hier? Hey, Schat. Is die koffie voor mij? Ja, pak maar. Oh, jongens, wat een ellende. Wat? Oh, ik maak die vrouw dood. Wie? Ellen, mijn buurvrouw, die met dat haar, weet je wel, die altijd zo overdreven doet. Ja? Kaar. Oh, goed dat ik je zie. Ik heb je nummer aan iemand doorgegeven. Ja, ik dacht eerst, ik moet dat vragen, maar hij is zo leuk. Ik denk echt iets voor jou. Hij is jouw collega van mijn werk en dan ga ik jou bellen. Oké. Leuk. Doei. Nee, dat kan ze toch niet zomaar doen? Ja, heb je met hem afgesproken? Ja, ik denk niet geschoten is altijd mis. Heel goed, carpe diem. En hoe was het? Hij was lang, hij was knap, goed gekleed ook wel. Nou, wat willen mensen nog meer? Nou, duivensport dus. Ja. Interessant? Ja, ze zijn heel snel. Oh ja? Ze vliegen tussen de 60 en de 140 kilometer per uur. Goh. Wist je dat? Nee. Oh. Maar nu wel. Het is in mijn geheugen gegrift. Die afstanden, die hebben namen. Tot 300 kilometer, dat zijn echt beginners hoor. Dat heet Vitessem. Zoals de voetbalclub. Met een M er nog achter. Vitessem. Snap je? Dan heb je tot 500 kilometer, dat heet dan Midfond. En dan heb je de echte kanjers. Nou, die gaan echt tot 1300 kilometer. Die afstanden... die gaan niet werken. Ellen die zei dat je heel leuk was. Heel spontaan. Nee, dit is typisch een gevalletje van is ook homo. Is ook homo? Dat haar buurvrouw haar aan die man koppelt omdat ze toevallig vrijgezel is. Het is hetzelfde als wanneer iemand uit de kast komt, dat je dan zegt, nou, ik ken ook iemand die homo is. Misschien iets voor jou? Oh, ik begrijp het al. Het is hetzelfde als ik zou zeggen, mijn buurman heeft een snor en jouw buurvrouw heeft een snor. Laten we die koppelen. Of dat iemand zegt, ik ken iemand die net zo'n control freak is als Esmee. Control freak? Ik? Nou jongens, we kunnen zo aan tafel, want het is tijd voor mijn beroemde beef Wellington. Oh nee, sorry jongens. Ik heb een hele tafelindeling gemaakt. Jullie zitten hier niet. Nee, jullie moeten aan de overkant zijn. Nee, sorry jongens. Ik heb een hele tafelindeling gemaakt. Dus als jullie moeten aan deze kant. Ja, nee. Jullie moeten aan deze kant. Je kunt niet zomaar ergens gaan zitten. Nee, je kunt niet zomaar ergens gaan zitten. Ik heb een tafelindeling. Miljoen, jij hoort... Dat is één keer gebeurd. Natuurlijk. Het is wel gebeurd. Mm. Dit is flauw. Mm. Dit is hetzelfde als ik zou zeggen dat ik jou ga koppelen aan iemand die net zo'n bedweter is als jij. Een bedweter? Ik? Het was een geweldige reis, ja. Ja, een beetje jammer van de 2 uur vertraging op de heenreis. Drie uur. Oh, nou, goed, 3. En je bent sowieso natuurlijk heel verreisd, hè? Want het is daar 6 uur vroeger, dus... 7. Ja,
Maar daar ben je na een dag weer dat weer kwijt. Dus. Een dag? We hebben een week lang geen oog dicht gedaan. Maar het is ook bekend, hè, dat je voor elk uur tijdsverschil een dag kwijt bent. Ja, maar het is er dus zo mooi dat je dat dus amper merkt. Ja, oh. Ja, Anne, dat zei je toen zelf nog. Ik hoef me toch niet te verontschuldigen voor het feit dat ik veel weet? Nou, kudo. Hallo? Hey. Wil je iets vragen? Zie, ik ben op zoek naar een café. Een goede café. En jij hebt klas, hè, dus ik dacht, jouw café is vast heel erg lekker. Mam, wanneer gaan we? Ik heb het wel gezien hier. Ja, schat, we gaan zo. Ik ben even bezig. Ben jij una mamma? Kan ik niet geloven. Met jouw figura. Slijmbal. Nou. Hè? Ja. Mam, wanneer gaan we? Ik wil naar huis. Ja. Haal even een ijsje of zo. Huh? Ijswinkel is dicht. Het is januari. Goed, Nina, kom eens. Jij kan jezelf toch wel heel even vermaken, of niet? Ik sta even met iemand te praten. Kijk, Mam. kijk daar, die meisjes. Kijk. Die zijn net zo oud als jij. Ga daar maar even mee spelen. Kijk, mam, die vrouwen zijn ook 40. Ga snel kennis maken, dan kunnen jullie vriendinnen worden. Oh. Dat is leuk. Nou, die heeft de is ook homotheorie goed door. Bitterzoet wordt mede mogelijk gemaakt door Jills.